mensen! Welkom bij een nieuwe aflevering van Nailed It! En misschien is het jullie wel opgevallen, want dit zijn niet de echte Marit en Teun. We zitten hier namelijk met niemand minder dan... Glow Movies! Wat? Ja, ja. Rick en Rick. En Jesper en Dylan. Leuk dat jullie er zijn, heren. Voor de laatste speciale aflevering van Nailed It, seizoen 2. Wij gaan vandaag een boomhut bouwen. En voor de mensen die niet weten wat Nailed It is. Nou, wij maken dingen na die best wel moeilijk zijn. Dingen zoals dit. En we moeten dat zo goed mogelijk doen in teams van 2. Maar wij verwachten natuurlijk wel heel veel van jullie nu. Ja, dat snap ik, maar... Ja, ik weet niet. De boomhut mag niet van duct tape worden gemaakt. Dat is het enige wat we wel willen meegeven. Nee, wij maken geen boomhut van duct tape, maar huizen. Alleen huizen. Ja. Jullie maken toch wel meer? Kluizen van duct tape. Duct tape van duct tape. Vriendinnen van duct tape. Ja, en als jullie heel goed hebben opgelet, dan zien jullie hierachter de Nailed It beker staan. Die gaan we aan het einde van deze video uitreiken, dus blijf daar ook zeker voor kijken. Als we de teams hebben gemaakt en we gaan dadelijk beginnen met het bouwen van de boomhut, dan hebben we nog... Disabled! Sabotagekaart! Ieder team krijgt een sabotagekaart en wat je nu kan doen is het volgende. Als je de sabotagekaart inzet, mag je iets van het andere team doormidden zagen. De hele boom dus. Dat niet. Oké. Okay. Dat is het enige wat niet mag, want die bomen zijn niet van ons. Wat moeten we namaken? Oh ja! Ik heb al gezegd dat we een boomhut gaan namaken. Wat is een boomhut? Ja, misschien weet sommigen dat niet. Dit wordt een lange video. Dit is de boomhut die wij gaan namaken in 3 uur tijd. In 3 uur, ja. Quick note, tenminste heb ik net via mijn oortje te horen gekregen. Wij mogen niks in de boom timmeren. Wij moeten alles met touw vastmaken, ja, toch? Ja, de bomen mogen niet aangetast worden. 3 uur hebben we de tijd en we hebben 1 uur tijd om voor te bereiden. Dus we hebben zelf niks. Je moet alles regelen. Maar jullie zijn natuurlijk heel erg benieuwd. Wat worden de teams? Kijk, als Glow Movies bij elkaar komt, zijn we... Of wij verbazen jullie ontzettend, want Rick en ik zijn misschien wel de beste burners van de wereld. Wie weet het niet. We gaan de teams maken in een hele toepasselijke doos van duct tape. Hierin zitten rode zagen en blauwe zagen. Dus let een beetje op voor je handen. En als jij team blauw bent, ben je team blauw. En als je team rood bent, ben je... Blauw. Team rood. We gaan grabbelen. Auw! Auw! Ik heb het. 3, 2, 1. Oh! Dit zijn de teams, we hebben 1 uur om voor te bereiden en dan gaan we dadelijk lekker zagen. We hebben al zagen. De tijd gaat nu in. Oké, we kunnen deze tafel gebruiken. Ik heb wel goed nieuws voor ons. Weet je wat? Nee. Kijk, let op. Ik heb de bussleutel al geclaimd. Oh yes. En wij hebben een bus. Hebben wij niet nodig. Oh, wat een... Jij bent de expert. Ja. Dus ik ga gewoon zo chillen de hele dag. Nee, ik ben niet de expert. Oh. Jesper is bij ons iets minder techneut. En ik ben bang dat Jesper hout bij zichzelf gaat halen. Hij heeft al het hout liggen bij Jesper. Ik kan wel wat bedrijven bellen die hier in de buurt zitten. En we moeten touw hebben, maar dat kunnen we gewoon kopen. Alsjeblieft. Dan gaan we aan de slag. 1, 2, 3. Nou, ik heb dus wel eigenlijk al een plan. Ja, echt? Nee. Oh. Nee, ik heb nog niks. Wij hebben thuis heel veel hout liggen. Echt waar? En een aanhanger. Maar mijn auto heeft geen trekhaak. Voor jou wel? Nee. De boom uit bouwen, dat is in de buurt toch? Dat is in de buurt, dus we kunnen met de aanhanger lopen. Maar is dat genoeg om een hele boom uit te maken? Want volgens mij moeten we ook nog, wat zeg ik, touw? Ja, touw en net, dat moeten we denk ik wel even halen bij de gang. Ja, ja, oké. Okay. Gaan we doen. Hey, toppie! Top! Wij lopen hier door de gang. Op zich wel een mooi plankje toch? Ja, toch? Maar mogen we dat meenemen? Dat is de vraag. Mout! Hier ligt hout in de gang! Nee, dat is van de achtbaan van Glow Movies voor de week. Dat is iets op de blog dat je een achtbaan bouwt en achtertuin. Ah, oké. Okay. Oké, dan laat hem staan. Doei! Het is wel echt ideaal dat we een bus hebben. Ja, dat scheelt echt een hoop. Dat is al één! Hopsetee! Zo, we gaan dus nou op weg naar de gamma, denk ik. Ja, want we hebben net hebben nodig. Net het wat is dat? Dakpannetjes of wat is het? Waar kunnen we dat voor maken? Ja, dakpans. We kunnen karton gebruiken daarvan. Misschien kunnen we even bij de boomhut kijken of ze al iets van dit hebben liggen. Ja, precies. We gaan even rondneuzen, even koekeloeren. Ik ga Stevens Hout bellen. Dat is een houtbedrijf hier. Hey, met Dylan. Heb jij nog iets van resthout liggen? Weet ik veel wat wij kunnen gebruiken? We hebben een heleboel pallets. Oeh, dat is top. Heb je ook touw toevallig over? Touw? Ik denk dat ik wel wat touw heb onder. We hebben touw en hout. Maar ja, wel pallets. We gaan gewoon kijken wat we daar hebben. En dan vanuit daar verder, denk ik. Ja, ja. Dan gaan we even schets maken. Let's go! Ik denk eerst even touw, want dat is denk ik wel makkelijk. Dat is die dakpannen. Echt?
Ja. Nou. Ik denk dat het perfect is. Dat is de goede kleur, toch? Helemaal dit. Goed, we hebben dit nou. Een mandje, hè? Want ze hadden een mandje met zo'n katroltakertje, zeg maar. Ja, of een hoedje. Touw, ik weet niet of het genoeg is, maar ja, het moet maar. Ja, nou, dat hout, zeg maar. Jij zei dat Rick misschien daar ook naartoe ging. Bij ons thuis? Ja. Ja. Dus ik denk dat we snel moeten zijn. Ja, ik denk het ook. Als ze weg zijn, dan hebben we niks. Moet even gereedschap hebben, hè? Dat lijkt me wel handig. Hé! Hey, het is handig! Oh, sorry. Ik heb die weg. Oh! Hey, zijn wel mijn dozen, hè? Oh, sorry. We zijn even bij mij aangekomen om bij mij spullen te halen, maar ik heb stiekem een gevoel dat Dylan en Rick hier al zijn geweest. Ze zijn er niet, dus... Ze zijn er op het moment niet. Jesper is dus nou aan het bellen met die pap, want we hebben hier een aanhanger. Alleen, we hebben geen vervoer met een trekhaak. Dus nou is hij aan zijn pap aan het vragen of we hem achter de grasmaaier mogen spannen. Ja, is goed. Yo. Het kan. Ja? Ja. Nee. Yes. Hey. Wacht even. Wat ga je doen? Ja, die twee zagen hebben we nodig. Ligt hier nou een koevoet? Nee. Gaat YouTube niet meer zo lekker? Ja, mooi. En dan kunnen we de kar erachter koppelen. Dan gaan we dat regelen. Er liggen wel heel veel pallets klaar. Dat zijn er niet een beetje, maar dat zijn er heel veel. Dit is topspul. Gewoon erin pleuren en we zien wel. Oké, als jij dat even wil doen, daarin, ja. Ja. We zijn wel een team, hè. Oh. Ja, want ik zit hier nou te genieten van het prachtige weer. Want ik moet wachten op Jesper, want die is zo traag als dikke stront op die grasmaaier. Hey! En als het goed is, komt Jesper dadelijk van die kant af. Hierachter is het dadelijk. Maar we gaan gewoon vast de eerste lading hier droppen. We komen het dadelijk gewoon op. Moet wel. Ja, als jij dat even kan doen, ik moet nog heel even wat doen. Namelijk hier even chillen. Ja? Oké, we zijn op plaats van bestemming, maar daar liggen volgens mij de spullen van Rick en Dylan. Dit zijn de spullen van hun! Ja, maar waarom hebben ze die hier neergelegd? Moeten we de spullen gaan verstoppen? Ja. Dat is wel leuk, hè? Ja. We moeten gewoon het bos inleggen, ver. Ja, gaan we doen. Dat is leuk. Ja. Gaan we doen. Hé, hey, jongens, missen jullie niet een deel van jullie hout? Of, ja, we hebben het al gevonden. Oh. Balen, man. Stelletje sukkellosers. Nou. Dat is niet aardig. Waar gaan jullie inmaken? Let maar eens op. Daar gaan we. Jullie zijn stom. Dat was zeg maar het knipmoment. Oh, dit was het knipmoment. Oké. Okay. De editor kan knippen. Maar nu heb je dat verpest. Sorry. Wij zijn inmiddels op de locatie. Hier achter ons staan twee prachtige bomen waar wij een boomhut in gaan maken. Gingen we een boomhut maken? Ik dacht een boot. Wij gaan een boomhut maken. We hebben 3 uur de tijd. Ik heb er heel veel vertrouwen in. Als ik ook zie hoeveel goed hout we hebben vergeleken met deze zooi die hier ligt. Ja, precies. Dan denk ik dat we wel kans gaan maken. Noemen jullie dit zooi? Oh. Wat is dat dan? Hout. De tijd gaat nu in! Kijk, dit is het plaatje. Dit moeten we daar gaan maken. In principe maar, kunnen we gewoon die twee stronken. Die hebben ze op de grond. Ja. Maar zo'n lange palen hebben wij niet. We hebben alleen maar pallet. We moeten eerst gewoon het platform hebben. Gaan we dat doen? Ja. Nou, zal ik even het plan uitleggen? We hebben nog geen plan. We gaan de balken tegen de boom aanplakken met touw. En verder zijn we nog niet. We moeten eentje vinden die ongeveer even hoog is, zoals dit. Is het vast aan alle kanten? Ik kan bijna met 100% zekerheid zeggen dat dit niet waterpas is. Maar, maakt het uit. Ja, want dan glij je er toch vanaf. Ja! Wat wij nu aan het doen zijn is de steunbalken maken, want we mogen niet in de boom boren. Dus we proberen deze draagbalk te maken. Kunnen deze niet gewoon even... Eerst nog helemaal rond en dan pas aantrekken, of werkt dat niet zo? Nee. Concessies. Concessies? Wat is dat ook weer? Dat is toch water bij de wijn doen en zo. Drink geen wijn. Ja. Kijk, we gaan de constructie aan de onderkant met pallets doen, want we hebben geen dikke stevige balken. Die pallets worden bevestigd tegen de bomen en hier gaan we dan op chillen. Het is de stevigste constructie ooit. Ik denk serieus dat de Trim Tower niet eens in de buurt komt bij deze constructie. Goddamme jong! Dat is zo recht als Rens. Een echte bouwvakker zal zijn schroef zo op de lip hangen. En ik ben een echte bouwvakker vandaag. Ja!
Zo, dit is stevig ook! Zullen we er al op kunnen staan? Zal ik het testen? Maar als het niet stevig genoeg is, dan kunnen we hier ook nog palen onder zetten. Oh. Hey. Die is best wel stevig! Ik moet een beetje springen hier. Ah, oh, nee. Rens, niet doen. Jij wil content dat ik er doorheen val. Het gaat niet gebeuren. Maar wordt dit een boomhut? Wat is dat een denigrerend toontje? Wordt dit een boomhut? Ja, ik vind het eerlijk gezegd uitzien als een vuilstort. Nee, dat Lego bouwpakket. Beter een Lego bouwpakket dan een Ja. Ik ga het niet eens een naam geven. Omdat je het niet kan bedenken, zeker? Nee, zo slecht is het. Wat doen we hier, jongens? Kom, we maken content. Kunnen we er eigenlijk al op staan? Ja, ik ga gewoon testen. Hopstee. Hier, niks aan de hand. Oh! En is hij ook stevig? Nog niet, maar dat wordt gefixt. Yo, beste kijkers. Ik ga vandaag dit voorrekje maken. Heb ik hier nog uitgemeten? Uit de losse pols. Hè? Want echte mannen die kijken helemaal niet naar gebruiksaanwijzingen en of instructies. Nee, gewoon zo. Wacht even. Deze Rick die luistert tenminste wat ik zeg. En die Rick doet dat nooit. Zij ben ik. Ja, zo gaat het dus altijd. Die is de baas dan van Glowmovies. Dat kunnen we nu wel even uitvechten met steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. En ook. Ja, ik denk qua sabotage dat we gewoon een van die poorten moeten doen. Maar ze hebben nou volgens mij een extra poort eronder gezet. Zodat het niet gaat instorten. Ik vind het ook wel heel zonde om dat ding kapot te maken. Ik niet. Gewoon kapot jakker dat ding. Het is een wedstrijd, hè? Ja, je hebt de punt. Je bent echt een sadist, hè? Nee. Dat zegt hij omdat hij niet weet wat sadist is. Ik weet niet precies wat het is. We hebben er goed over nagedacht. Het is het moment. Wij gaan de sabotageschaal inzetten. Wie gaat het doen? Wat? Ik heb het alleen eigenlijk zelf verzonnen. En nog niet besproken met Rick. Wat is de sabotagekaart? Nee, de boormachine is op! De boormachine is op. Dit is niet goed. Met je glow movies trui. Ja, tenminste wel succesvol. Oh! Ik mag dus één ding doorzagen. Ja. Dat gaat deze plank worden. Nee. Ik moet wel iets doen. Nee, dat mag niet. Ja, ik mag het toch vasthouden. Ja, ik mag hem toch wel vasthouden. Let op joh, hij gaat daar zagen, dan zegt hij je hoofd doormidden. Ja, dat doet hij normaal. Dan heeft hij geen YouTube kanaal meer en geen inkomen meer. En dan juist dan heb ik alle inkomsten voor mezelf. Even wachten. Zo, okay. Succes jongens. Pak de boommachine. Je accu is toch leeg? Ja, die accu is leeg. Oh ja, de accu is leeg. Ja, we zijn vrijwel de Sjaak. Op zich is hij zo ook wel leuk. Scheef het toren van Pisa heeft ook heel veel publiek. Oh. Stoppen! Wat houdt hier? Hij heeft het dit hadden we net nodig! Dit was een geslaagde actie. Heb je er wat van meegekregen, Rick? Hè, wat? Ja, de sabotage. Wat is een sabotagekaart? Tik? We hebben geen stroom meer. Ja, dan kunnen we beter naar huis. Jullie mogen de boommachine omkopen van ons. Nee. Dan moeten jullie wel de sabotagekaart inleveren. Dat vind ik wel een serieuze ruil, Rick. Maar voor de sabotage. Mogen we het gebruiken, hoor. Ja, dat wel. Ja. Rick, kom eens. Even overleg. Nee, andere Rick. Wie is die gast met die zonnebril? Waarom is er een andere Rick? Ja, wij gaan akkoord. Deze wordt ongeldig verklaard als wij jullie boommachine mogen. Als deze maar niet leeg is. Wacht, verscheuren, want hij is dus niet meer geldig. Oh, dit is wel heftig. Ja, dit moest man, dit moest. Als we dit niet hadden, jongen. Dit was een noodsituatie, dat moet al. We hebben er prachtig schroeflaminaat opgelegd. Ik denk dat zij het voor ons alleen maar beter hebben gemaakt. Ik wel zeker. Oh. Ik vertrouw het aan één kant wel, aan de andere kant helemaal niet. Hey! Hij voelt voor mij stevig. Hij is ook stevig. Oh, dat doen we even niet. Optellen die handel. En hoe gaan we dat doen? Tim, kun jij niet even helpen? Goed. Hey jongens, bedankt. Hey, wat is dit nou? Extra hulp? Ja, hou hem vast. Ja. Mag dat? Sam komt jullie daar wel helpen. Sam is meer van de ASMR volgens mij. Hallo, welkom bij een nieuwe ASMR video. Vandaag gaan we geschenkte geluiden. We willen nog een dak maken in 20 minuten. Willen jullie niet nog een boom uitmaken in 20 minuten? Nee. Jasper, ik denk dat jij even naar boven moet en dan gooi ik deze en dan moet jij die eroverheen gooien. Ik moet helemaal niks. Oké. We gaan dus dat katrol maken, weet je wel, waar een mandje aan hangt. Dat is eigenlijk het laatste wat we nog moeten. Ja. Hut. Welkom in mijn hut. Ik bedoel onze hut. Ik bedoel onze hut. Ja, precies. Ik zal even een kleine tour geven.
Hier bevindt zich de ingang. Dan als je binnenkomt heb je hier links de wc. Dan rechts hebben we hier nog de woonkamer. En als je dan doorloopt, hier het balkon. En op de zolder bevindt de slaapkamer. 10 seconden! Oh. Go, 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 go! Wow, wat een spektakel was dit, hè? Ja. Wat een afsluiter van het seizoen. Een echte boomhut gemaakt. Maar ja, wie heeft er nou gewonnen? Dat gaan jullie als kijkers bepalen. Is het team Jesper en Rick? Of is het team Dylan en Rick? En we hebben nog iets leuks, want we gaan bekendmaken wie dit prachtige Nail Dit bekertje heeft gewonnen. De winnaar, of moet ik zeggen winnares, is geworden... M to the B is M to the B. Gefeliciteerd! Oh! Jij krijgt de echte Nail Dit beker van seizoen 2 thuisgestuurd. Van harte, ik hoop dat je het leuk vindt. Laat natuurlijk in de reactie weten wie er heeft gewonnen. Team Jesper en Rick of team Dylan en Rick. Ik kan het wel raden. Doe een duimpje omhoog op deze video. Klik natuurlijk op abonneren. En abonneer je ook op het kanaal van... Rick van Meulen! Iedereen is toch nog geabonneerd, dus hoef je niet te zeggen. Hoorde ik wat hij zei? Wat? Hè? Wat? Later!